Hallo allemaal, mijn naam is Ella Hakakar en ik ben artsonderzoeker bij de Muziek als Medicijngroep. Ik ben nu ongeveer 2 jaar bezig met mijn promotietraject. En daarbij heb ik de afgelopen jaren heel wat gedaan en geleerd. Er zijn 7 projecten in het algemeen waar ik mee bezig ben en waar ik me de afgelopen 2 jaar ook mee bezig heb gehouden. Recent hebben wij, ik zal kort ingaan op de resultaten van studies die al zijn afgerond. En daarna zal ik de implementatiestudie, waar ik grotendeels mee bezig ben, nog even verder uitleggen, waar ook de eerste resultaten van de eerste fase van bekend zijn. Recent hebben wij in januari gepubliceerd dat zelfs bij grote operaties zoals een open hart ingreep, dat muziek effect heeft op pijn en angst en deze dus reduceert. Wij zijn ook bezig met het afronden van een studie waarbij we kijken naar het effect van muziek op slaapkwaliteit. En daarbij zien we ook dat bij chirurgische patiënten en ook intensive care patiënten dat muziek dus effect heeft op de slaapkwaliteit van deze patiënten. En van deze eerste 2 studies, daarbij hebben we gekeken, hebben we een analyse gedaan van de huidige studies die al gepubliceerd zijn, om er in bredere zin wat over te kunnen zeggen. Nu zal ik met name ingaan op de implementatiestudie die loopt in het IJsseland ziekenhuis in Capelle aan de IJssel. Waarom doen we eigenlijk een implementatiestudie? De standaard zorg in de ziekenhuizen is erg complex. Als je daar iets nieuws in wil introduceren, moet je dat op een systematische, nette manier doen. Anders kan je er niet voor zorgen dat je de juiste effecten van de nieuwe interventie kan verkrijgen. En vandaar dat we deze studie hebben opgezet. Hoe voeren we deze studie uit? De studie is opgedeeld in 3 fases. In de eerste fases kijken we dus specifiek naar factoren die de implementatie van muziek in de standaardzorg van chirurgische patiënten positief ofwel negatief kunnen beïnvloeden. In de tweede fase, en deze eerste fase, die hebben we nu afgerond. We zitten nu in de tweede fase van de studie. In de tweede fase van deze studie kijken we naar hoe we op basis van deze factoren die we in de eerste fase hebben gevonden, hoe we daar een op maat gemaakte strategie op kunnen ontwikkelen, zodat de muziekinterventie systematisch in de standaardzorg komt. En de derde fase is om deze strategie toe te passen en te kijken, te evalueren hoe dat loopt in de praktijk. In de eerste fase hebben we die factoren, hè, die dus de implementatie van de interventie positief of negatief kunnen beïnvloeden. Dat hebben we uitgevoerd middels vragenlijsten bij patiënten die een operatie hebben ondergaan. En de zorgprofessionals, de stakeholders. Dat zijn met name de zorgprofessionals die betrokken zijn in de perioperatieve zorg. Dus de zorg rondom de operatie van de patiënt. De verpleegkundige, de anesthesioloog, de anesthesiemedewerker, de chirurg. Dit zijn allemaal mensen die bepalen, de patiënten en de zorgprofessionals die bepalen hoe de interventie uiteindelijk in de standaardzorg terechtkomt. De muziekinterventie, wij adviseren op basis van de literatuur en van alle onderzoeken die wij hebben gedaan, adviseren we dat patiënten met een koptelefoon of oordoppen naar muziek luisteren in deze implementatiestudie. En de momenten zijn voor, tijdens en na de operatie. En dat moet de toepassing van muziek, dat moet dagelijks gedurende de hele opname worden uitgevoerd, totdat de patiënt met ontslag gaat, naar huis gaat. De uitkomstmaten, waar gaan we kijken primair in deze studie, is dat we kijken in hoeverre de zorgprofessionals en de patiënten de implementatiestrategie die we in fase 2 hebben ontwikkeld naleven. Dus de strategie is ook ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de interventie, de momenten waarop de interventie bijvoorbeeld wordt toegepast, om ervoor te zorgen dat deze niet in de weg zit van de normale werkzaamheden van de zorgprofessionals met name.
Secundair zullen we ook gaan kijken naar wat het effect is van de geïmplementeerde interventie, van de geïmplementeerde muziek op pijn, medicatiegebruik, duur van ziekenhuisopname en de complicaties bij de patiënten. De resultaten van de fase 1-studie, dat hebben we dus, zoals ik net al vertelde, middels vragenlijsten uitgevoerd bij patiënten en bij zorgprofessionals. We hebben bij 50 patiënten hebben we een enquête afgenomen, een vragenlijst. Dat waren met name patiënten die een darmoperatie hebben, hebben gehad op basis van een ontstekingsziekte of op basis van kanker. En daarbij zien we met name, als we kijken naar de verschillen tussen deze patiënten, dat de patiënten die kanker hebben en daarvoor een ingreep hebben ondergaan, dat die ouder zijn, dat hun gemiddelde leeftijd rond de 70 ligt. En bij de patiënten die een inflammatoire ziekte hebben, dat die wat jonger zijn. En verder wat de andere resultaten zijn van deze studie. We zien dat dat 80% van deze patiënten meerdere uren per dag naar muziek luistert. Wat dus een belangrijke bevorderende factor is voor de implementatie. Muziek is ook heel erg belangrijk voor deze patiënten. Gemiddeld op een schaal van 0 tot 10 scoren de patiënten een 8 op hoe belangrijk muziek is in hun dagelijkse leven. En dat is ook een bevorderende factor voor de implementatie. Dat betekent dus dat de patiënten de muziek heel graag zouden willen accepteren in het ziekenhuis. Wat we ook zien is dat de patiënten van allerlei soorten muziek houden. Van klassiek tot aan pop, tot aan R&B. En wat we daarbij ook zien, we hebben de patiënten specifiek gevraagd of als ze wederom in het ziekenhuis komen te liggen, of dat ze voor, tijdens en na de operatie naar muziek zouden willen luisteren. En 80% van de patiënten zou dat willen doen. De resultaten van de zorgprofessionals, zoals eerder gezegd, we hebben gekeken naar verpleegkundigen, naar artsen, dat zijn de anesthesiologen, chirurgen en de assistenten van deze afdelingen, en ook de anesthesiemedewerkers. Daarbij in het ziekenhuis zijn dat 101 werknemers en daarbij hebben 69 van de patiënten, van de zorgprofessionals, hebben de vragenlijst volledig ingevuld. En hier ziet u heel veel onderwerpen, maar waar het op neerkomt is dat de samenwerking in het team, dat de stabiliteit in het team, de beslissingen, de samenwerking, de doelen, hoe onderwijs wordt gegeven, dat dat heel erg positief is voor de interventie. Dus om muziek toe te passen. Ik zal een voorbeeld geven. Onderwijs, er is voldoende onderwijs wat wordt gegeven over nieuwe ingrepen, nieuwe interventies. En als er voldoende onderwijs wordt gegeven en dat wordt ook als voldoende ervaren door de zorgprofessionals, dan zorgt dat ervoor dat de manier waarop de interventie, de informatie over de interventie en hoe het toegepast moet worden, dat dat goed bij de zorgprofessionals overkomt. En dat zorgt ervoor dat het dan goed geïmplementeerd wordt. De attitude van de zorgprofessionals tegenover de muziekinterventie blijkt ook heel erg positief te zijn. Veel van de zorgprofessionals vinden dat de muziek ook past in de huidige standaardzorg. Muziek is makkelijk te implementeren. Ze geloven dat ze dat zelf ook heel goed kunnen toepassen zodra het geïmplementeerd wordt. En ze zijn de meeste van de zorgprofessionals waren ook bekend met het toepassen van muziek voor chirurgische patiënten. Wat we uit deze studie kunnen concluderen is dat er heel veel bevorderende factoren waren. Voor de patiënten, deze slide gaat met name voor over de patiënten. Belang van muziek, het openstaan voor het ontvangen van muziek. Dat zijn positieve factoren voor de implementatie. En één barrière wat we hebben gevonden was de kennis. Dus hoe moet de interventie worden toegepast? Wat we zagen dat minder patiënten de muziek tijdens de operatie zouden willen ontvangen. En vaak was het commentaar daarop, dan lig ik toch te slapen. Dus daar gaat het met name over kennis van de interventie. En bij de zorgprofessionals, zoals ik net al uitlegde,
had uitgelegd, zijn er heel veel bevorderende factoren, zoals het leerklimaat, onderwijs. En we hebben ook enkele barrières gevonden. Met name bij de verpleegkundigen en de anesthesiemedewerkers zagen we dat beslissingen, samenwerking toch nog niet heel erg soepel loopt. En dat zorgt er toch ook wel dat iets nieuws minder goed wordt toegepast. Wat we ook zagen bij de zorgprofessionals is dat de kennis over de interventie wat lager was. Want als je niet voldoende iets over iets weet, dan is het ook lastig om dat op een juiste manier of juist ook toe te passen. En wat zijn de vervolgstappen nu voor deze studie? We zullen dus op basis van deze dingen, van deze factoren, een implementatiestrategie ontwikkelen. Dus omdat de kennis, we zagen dat er bij de patiënten en bij de zorgprofessionals de kennis wat laag was over de interventie. Dat we daar dus structureel informatie over geven aan de patiënten en zorgprofessionals. Middels folders bijvoorbeeld, middels presentaties en dergelijke. Daarna gaan we het implementatieproces in, de strategie die we ontwikkeld hebben, dat evalueren hoe dat gaat en steeds weer fine-tunen. Dus aanpassen, zodat als er dingen niet goed lopen, deze aanpassen op hoe het verder wel goed kan lopen. Het implementatieproces. En als laatste willen we het voorbeeld in het IJsseland ziekenhuis gebruiken voor implementatie landelijk in Nederland en internationaal. Al deze projecten, al deze studies heb ik natuurlijk niet allemaal alleen opgezet. Dit heb ik te danken aan professor Jekel en dokter Klimek als primaire supervisoren van de muziek als medicijngroep. En daarnaast wat op mijn eerste slide te zien was, maar wat ik nog niet heb toegelicht, voer ik ook een multicenter studie uit op de intensive care van de volwassenen. Dat loopt nu in het Erasmus MC, in het Haga ziekenhuis en Capelle en in het Icazia ziekenhuis. En daarbij kijken we naar wat het effect is van muziek op de angstervaring van patiënten die op de IC liggen. En in deze studie word ik begeleid door neuroloog intensivist Mathieu van der Jacht en is mijn promotor professor Diederik Gommers, afdelingshoofd van de intensive care. Dank u wel voor uw aandacht.